Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my addicted to you. Meneer Pechtold, welkom in Zwolle. Wat vindt u ervan tot nu toe? In de fundatie net geweest? Ik ben in de fundatie eerder geweest, zelfs met andere politici van ChristenUnie en SGP. Toen hebben we eens gesproken over wat is er nodig om dit kabinet nou een beetje stabiel te houden. En eigenlijk is dat in Zwolle gebeurd. Dus dat er in Den Haag nu een stabiel kabinet zit, dat is eigenlijk een beetje in Zwolle ontstaan. Oké, dus Zwolle is een beetje het fundament van het huidige politieke bestel? Ja, je zou kunnen zeggen in Zwolle is het ei gelegd. Dat is wel heel letterlijk, ja. En wat vindt u van de fundatie? Ja, ik ben kunsthistoricus, dus ik vind het altijd fantastisch om in dit soort tempels van cultuur te zijn. Ik vind het ook prachtig dat ook in gemeentes, ondanks de bezuinigingen van het vorige kabinet, cultuur nog steeds hoog op de agenda staat. Dat doet D66 Zwolle ook. Die vindt dat het cultureel klimaat in deze gemeente, in deze stad, niet daarop achteruit mag gaan. En dat steun ik van harte. En u bent hier nu natuurlijk ook als D66 zijnde in Zwolle om te flyeren, een beetje campagne maken. Wat zijn de punten die u echt belangrijk vindt hier? Nou, D66 doet het goed in Zwolle, maar zit nog niet in het gemeentebestuur. En Jan Brink en zijn mensen op de lijst, die willen dat D66 echt ook hier een rol kan gaan spelen. D66 staat erom bekend dat we ook lokaal voor onderwijs staan. Dat we de lasten niet willen verhogen. En dat we ons vooral inzetten in deze tijd waar de economie nog niet zo goed gaat op werkgelegenheid. Deze week waren er ook weer allemaal Haagse cijfers van het Centraal Planbureau. En het blijkt dat werkgelegenheid een heel belangrijk punt is. Denkt u dat vandaag een succesvolle dag gaat worden? Ja, kijk, alleen al het weer maakt deze dag geslaagd. Maar het is nog een korte tijd tot de verkiezingen. Ik hoop vooral dat mensen naar de stembus gaan. Want het lokaal bestuur wordt steeds belangrijker. Het gaat niet alleen maar over veilige buurt. Maar het gaat tegenwoordig ook naar de begeleiding naar werk. Goede zorg in de wijk. Dat is dadelijk allemaal de verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur. D66 heeft daar landelijk op ingezet. Om te zorgen dat dat soort zaken ook nu goed geregeld zijn. Dat de bezuinigingen niet doorslaan. En ik hoop van harte dat we ook lokaal een goede uitslag doen. En wat zijn de verwachtingen op dit moment? Ja, de 3 zetels die we nu in Zwolle hebben, dat mogen er wel 1 of 2 meer worden wat mij betreft. En dat is ook de reden dat ik de lokale campagne hier kom ondersteunen. Maar is dat ook haalbaar? Natuurlijk is het haalbaar, want ik denk dat heel veel mensen zich zorgen maken over de kwaliteit van ons onderwijs. Dat het speerpunt van D66 om ook regionale werkgelegenheid te creëren, dat een punt is wat mensen herkennen. En D66 is een partij die kansen pakt om het vervolgens de kansen aan mensen te geven. Het is heel belangrijk dat bijvoorbeeld voor het onderwijs dat scholen schoon en veilig zijn. Dat we geen plofklassen hebben. Als je meer dan 30 leerlingen in een klas hebt, dan is dat gewoon een probleem. Voor de leerlingen, voor de leraar en uiteindelijk is dat een probleem voor onze kenniseconomie. Got me here.